Hey allemaal en welkom bij een nieuw filmpje. Vorige week ging ik shoppen in Gent. En ik kocht daar uiteraard een aantal spullen. En die ga ik jullie vandaag laten zien. Want het is dus een haul of een shoplog. Hoe dat je het ook kan noemen. Als eerste bij MAC. Het is echt niet in volgorde. Ik overloop gewoon wat ik gekocht heb. Bij de MAC kocht ik deze cream color base. Dat is eigenlijk, ja, ik was op zoek achter een cream blush. En ik ging daar dus een keer een kijkje nemen. En de kleur die mij werd aangeraden is Vintage Rose. Dat is dit. En dat is een cream color base. Dus dat is niet alleen een blush, maar je kan het ook gebruiken als oogschaduw, basis of voor andere doeleinden. Eerste keer hier uit het potje halen. En deze ziet er zo uit. En als ik hem swatch, is het een heel subtiele kleur. Dit. Ik heb hem nu nog niet aangedaan, maar de MUA die dat gisteren deed, die dat vorige week deed, deed hem dus wel aan. En het was eigenlijk echt wel super mooi. Ik kreeg ook een staaltje. Van de Studio Fix Fluid in de kleur NC20. Ik heb mij al verschillende keren laten color matchen bij MAC en al een paar keer hebben ze dat verschillend gedaan. De laatste twee keer was het wel hetzelfde, dus ik hok dat ik dan echt wel dat nummer ben. En dat is dus de NC20. Dat is ook hetgene wat ik vandaag aan heb. En ja, je ziet voor mij geen verschil met mijn nek. Hier is het ietsje roder, maar dat komt nog van de zon van deze afgelopen zomer. Uiteraard kon ik in Gent de NYX niet voorbij lopen. En daar kocht ik ook een aantal hele leuke spullen. Waaronder dit NYX Ultimate Shadow Palette. Deze in de kleur Brights. Of met de naam Brights. Ik heb hem dus ook nog niet gebruikt. Nog niet open gedaan zelfs. Nog niet geswatcht. Dus dat doe ik misschien wel nog een keer later. Maar ik was er zeer benieuwd naar. En het was ook de laatste in het gamma. Of de laatste die die dag te verkrijgen was. Dus ik ben super blij. En dan ging ik voor drie. NYX Liquid Suede. Of ik weet niet hoe ik het juist moet uitspreken. En dat zijn de metallic mats. En de eerste is de, ik heb er drie. 30, 34 en 39. En dat zijn ja, van die liquid suede, maar met een metallic glansje. Ik vond het super moeilijk om te kiezen, want ik had er een heleboel die ik mooi vond. Maar ja, bon, uiteindelijk zijn het deze drie geworden. En ik review die uiteraard nog een keer uitgebreider een beetje later. Maar ik weet niet of het op mijn YouTube-kanaal zal zijn of in een blogpost, dat weet ik dus nog niet. En ik kocht ook nog de glitter primer. Deze ben ik al heel lang zeer benieuwd naar. Het Milk Pencil. Die heb ik vroeger nog gehad. Die heb ik dan een keer ja, weggedaan of was op. Ik weet het niet juist, maar ik heb hem dus opnieuw gekocht. En omdat ik aan een bepaald bedrag kwam die dag, kon ik kiezen tussen twee setting sprays, de matte finish of de dewy finish. En ik heb gekozen voor de dewy finish, omdat ik een eerder droge huidtype heb. En dan dacht ik van dat deze wel de ideale match zou zijn. En omdat het dag van de klant was, of ja, ik denk dag van de klant, kreeg ik ook nog een gratis soft matte lip cream mini. Dat is deze en het is de kleur die ik op heb. En dat is de kleur Copenhagen of Kopenhagen. Wat hebben we nog bij Primark? Deze kousenbroeken voor de dochter. Roze, wit en zwart. Maar zo met een kabelmotief. De meeste die ze heeft is gewoon even motief. Deze superleuke schoenen met pomponnetjes. Zwarte sneakertjes met blinkertjes. Girls gotta love glitter. En dan voor mij
Misschien gaan jullie dat totaal niet mooi vinden, maar ik wel. Superleuk, ik vind het echt de max. En ik ga ze waarschijnlijk alleen maar kunnen dragen met feestdagen. Dat is dan ook de bedoeling waarom dat ik ze gekocht heb. En dat is een paar schoenen. En die zien er zo uit. Ze zitten super makkelijk. Doe ik heel makkelijk aan. Het is zonder rits, dus deze zijn een beetje rekken een beetje. Ik heb dunne enkels, dus hier is ietsje te wijd, maar aan mijn voet zitten ze perfect. Ik kijk er echt naar uit om deze te kunnen dragen. En nog bij Primark een gilet, zoals ik er zoveel heb. In deze kleur. En dan eentje in een meer grijs-blauwe kleur. Dat is deze. En wat heb ik nog? Eigenlijk niet zo heel veel. En deze kleine bellenblaas dingetjes voor de dochter. Een lipstick, dat was het bij de Primark in feite. Ja, ik heb er niet zo heel veel gevonden. Het was ook heel, heel druk. Ik heb wel nog leuke dingen gezien, maar de één kleedje die ik paste was te klein. En helaas, er was geen maat groter meer. Dus ja, dat was wel eventjes een bummer. Maar bon, niks aan te doen. En bij de die had ik een kortingsbon. En ik kon deze twee producten aanschaffen voor 13 euro. Terwijl dat deze eigenlijk al 12,99 is. Dus ja, heb ik deze eigenlijk gratis gekregen. En dat is een metallic lippenstift. Een van hun nieuwe metallic dingen. In de kleur 25 Copper Rose. Ziet er zo uit. En op mijn hand is dat deze kleur. Het gaat eigenlijk een beetje naar dat. Alleen is het lichter en een andere formule. Daar ben ik super benieuwd naar. En dan vond ik ook nog deze metallic foil Color Sensational liquid lipstick. In de kleur Physic. Psychic. Goed. En dat is een liquid lipstick. En dat zit er. Komt in zo'n ding. En deze heeft deze kleur. Beetje allemaal zo van die bessenkleur, berry tinten. Ja, kleuren die ik heel graag zie en die ik heel graag gebruik. Een paar bessenkleuren zijn mijn cup of tea. Dus deze week ook nog twee superleuke paletten binnen die ik bestelde via Beauty Bay. En dat is, zijn twee Nubian Juvia's Place paletten. En de ene is de Nubian 2. Dat is deze. Komt in deze mooie verpakking. En dit zijn de kleuren. Ook heel herfstig als je het mij vraagt. Ik ga ze nog niet swatchen, want ik ga daar een speciaal filmpje voor maken met mijn Juvia's Place paletten, want ik heb er al een aantal. En de tweede is de Magic by Juvia's en dat is deze. Die verpakking ziet er wel prachtig. En deze bevat deze kleuren allemaal. Dus, wederom, ik ga die nog niet swatchen. Daar komt nog een filmpje van, dus zeker blijven volgen en kijken. Voilà, dat was het. Een niet zo heel lang filmpje en niet ongelooflijk veel dingen, maar wel leuke dingen. Bedankt om te kijken en tot de volgende.